Chloe, waar gaan we heen? Today's Mood. Today's Mood houdt zich bezig met employee happiness, oftewel blije mensen op de werkvloer. Wat fijn. Ja, het idee alleen word je toch al blij van? Ja, helemaal. Ben jij een beetje happy op de werkvloer? Nou, bijna altijd wel. Wat zou ik nou anders moeten doen om te zorgen dat jij elke dag happy bent op mijn werkvloer? Chocolademelk. Soms is de oplossing heel simpel, alleen hoe kom je erachter? En daar heeft Today's Mood, het bedrijf waar ik vandaag voor Business Island Utrecht op visite ga, een oplossing voor bedacht. En ze zitten in dit gebouw. Okay, dit zijn de mensen van Sir Joe, is ook leuk, maar ga ik een andere keer op visite. Ja, hallo Maren. Hoi Jelle. Hoe is het? Goed. De vraag is bij jullie natuurlijk, ben jij een beetje happy? Ik ben helemaal happy. Ja? Ja. Op schaal van 0 tot 10 of hoe werkt het eigenlijk bij jullie? Nou, we hebben niet echt een schaal. We hebben meer een cirkel met emoties. En die heeft twee assen. Een energieas en een plezierigheidsas. Dus dan kan je zeggen, zit je hoog in je energie? En is dat positief of negatief? Jij bent één van de twee founders. Ja. Waren jij Martin bevriend? Hoe is dit ontstaan? Nou, ik had eigenlijk het eerste idee van Today's Mood. En ik had het idee van, je moet gewoon sneller kunnen meten. Ik was waar ik zat bij een bank. En op een gegeven moment had ik het idee van, moeten de koffieautomaten eruit, de planten eruit. En ik zag wat voor invloed dat had op de medewerkers. Dus toen had ik het idee van, die moet gewoon kunnen meten wat die impact is. En ook bepaalde trends kunnen zien. En in plaats van een jaarlijks survey dat je hem één keer per jaar is meet, moet je dat vaker kunnen meten. Toen ben ik gaan zoeken naar HR, of mensen, de experts zeg maar, in het veld. En eigenlijk de eerste met wie ik in contact kwam was Martin. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat de sfeer in je bedrijf goed is? Gelukkige medewerkers, die presteren beter. En dat zie je dan ook terug weer in je bedrijfsresultaten. En uiteindelijk is het ook veel leuker om in een blij team te werken. Eigenlijk een beetje gek als ik erover nadenk dat je daar dan een tool voor nodig hebt. Nou, voor het meten wel. En zeker natuurlijk voor grote organisaties of waar mensen verspreid zijn, is het niet meer mogelijk om dat te meten. Vertel nou nog even, hoe werkt nou precies die tool van jullie? Onze tool werkt op zo'n manier dat je binnen 15 seconden weet hoe iemand zich voelt. En dat zien in een dashboard. En je krijgt ook een wekelijks rapportje. Dan zag ik laatste nieuwsbericht voorbij komen. Today's Mood haalt €360.000 funding op. Klopt. Ja. Gefeliciteerd. Gaaf man. Dankjewel. Ja. Hartstikke blij mee. Wat is jullie ambitie de komende tijd? Dus wat we hebben gedaan is, we hebben verder in de tool geïnvesteerd. Ja, we zijn met partnerships bezig. Dus we zijn met Delivering Happiness zijn we in zee gegaan. Op boardniveau doen ze de consultancy. En wij doen de verschillende meetmomenten. Dus we meten het managementteam, eigenlijk ook de rest van de organisatie. Dus we begeleiden ze in het hele traject om dat door te meten. Doen jullie nou veel zaken met andere bedrijven hier in het gebied? ProRail en er zitten nog een paar klanten die hier dan in de buurt zitten. Ja, Robin. Ja, Jelle. Hoe is jouw mood? Ik mood helemaal niks. Hartstikke goed. Enthousiast. Ja? Vrolijk. Eigenlijk bijna altijd wel. Goed in je energieniveau. Ja, aan de goede kant van de as. Ja, precies. Ja, ja. Je hebt nu al goed geleerd. Ja, wat is jouw rol bij Today's Mood? Ik ben Strategic Happiness Expert. Wow. Ja, en wat doe je dan? Ik ben dagelijks bezig met werkgeluk. Eigenlijk het adviseren van onze klanten om op een data-gedreven manier een positieve werkomgeving te creëren. Maren, waarom gebruiken werkgevers nou jullie tool? Nou, in deze tijd met millennials en krapte op de arbeidsmarkt is het gewoon heel moeilijk om talent te behouden of aan te trekken. En overal burn-outs, hoge werkdruk. Dus dat zijn eigenlijk echt voor directeuren de redenen om met ons in zee te gaan. Toch wel echt een marketingdame, hè, die we nu in Lloyd hebben. Nou, hartstikke leuk om het allemaal even te horen en jullie zien het snel terug. Veel plezier nog vandaag. Hoi! Werkgevers moet ik misschien zeggen. Waarom gebruiken werkgevers? Maren.